Het kan zijn dat de naam Karawanke u niet zegt. In dat geval is de bedoeling dat na het volgende interview dat anders is. En wat nog meer is, op 13 januari kunt u met ze kennis maken. Jan-Pieter Mudde, voorzitter van het koor De Karawanke. Als die naam hoort, dan denk je aan meteen Karawanke. Ja, wat is dat voor een soort koor? Ja. Nou, het is een mannenkoor met 60 actieve zangers. De naam komt van een gebergte tussen Oostenrijk en Tsjechië. De Karawanken heet dat gebergte. En dat heeft eigenlijk te maken met dat het koor oorspronkelijk vooral Slavische muziek zong. Je bent begonnen met Slavische muziek. Is dat nog zo of is dat in de loop van de tijd het repertoire veranderd? Het repertoire is in de loop van de tijd enorm veranderd. We hebben nog wel wat Slavische nummers in ons repertoire zitten. Maar ja, het is heel veel Engelstalig, Franstalig, Italiaans. Ja, eigenlijk allerlei talen allerlei, en ook wat moderne muziek zit in ons repertoire nu. Je hebt al gezegd, we hebben 60 koorleden. Koren zijn over het algemeen hebben last van wat vergrijzing. Hoe staat bij Karawanke? Niet anders. Ook daar vergrijzing. Mensen blijven lang lid. De gemiddelde leeftijd is denk ik van mijn leeftijd ongeveer. Ik ben 66. Nou, het oudste lid, om je even een idee te geven, is ik meen 88. En de jongste is 52 op dit moment. Dus ja, het vergrijst, dat klopt. En dat zouden we graag anders zien. Ja, want de vraag is dan altijd, hoe krijg je jongeren binnen? Ja, nou, dat willen we doen door in ieder geval ons repertoire wat te verjongen, als ik het zo mag zeggen. En om toch een bekendheid te geven aan ons koor en ook te proberen wat jongere publiek en jongere zangers aan te trekken. Nou zijn bij koren ook vaak de andere activiteiten belangrijk, naast het zingen, ontspanningsactiviteit. Want veel leden worden daarom ook juist lid van een koor. Is dat bij jullie niet anders? Nee, dat is bij ons denk ik niet anders. We hebben sowieso ieder jaar een koorfeest. We hebben iedere twee jaar een koorreis, waar we ook onze partners bij meenemen. En ja, hoe ziet een repetitie er bij ons uit? Eigenlijk een eerste helft, een tweede helft en een derde helft. Jullie hebben ook iets nieuws bedacht, een nieuwjaarsconcert. Ja. Nou, wij zaten eigenlijk, wij waren zeg maar een muziekgezelschap dat zoals zoveel een kerstconcert verzorgde. Wij merkten dat er wel erg veel kerstconcerten links en rechts waren. En toen hebben we bedacht van, goh, zou het niet leuk zijn om te proberen een nieuwe traditie in het leven te roepen. Dus we gaan een nieuwjaarsconcert geven. En dat doen we op 13 januari aanstaande in de Kruiserikapel in Uden. Ja. Nog. Goed, moet je kunnen zingen? Ja, daar zijn vaak misverstanden over. Er zijn mensen die denken dat je om bij de Karawanke te zingen, dat je daar noten voor moet kunnen lezen. Nou, dat hoeft helemaal niet, maar je moet natuurlijk wel kunnen zingen. Wat bij nieuwe leden altijd gebeurt is dat de dirigent een stemtest afneemt. Ook al om te kijken of je eerste tenor, tweede tenor, bariton of bas bent. Ja, en dan word je aspirant lid en dan ga je eens kijken of je dat ook kunt. Of je mee kunt draaien, of zo'n partituur kunt gaan lezen. Of je je eigen partij kunt aanhouden. Want dat is wel iets wat geleerd moet worden. Wij repeteren op de donderdagavond. Overigens niet in Uden, maar in Volkel. In De Sprong, dat is een jeugdsociëteit. Mensen die geïnteresseerd zijn, die zijn van harte welkom om een keer op een donderdagavond te komen luisteren. De sfeer te proeven, krijgen een kopje koffie. En nou, dat kan een eerste kennismaking zijn met ons koor. Dus iedereen die dat die denkt van, nou, zou dat iets voor mij zijn, die is van harte welkom om langs te komen. Ja, dat is goed.